Hey, goedemorgen. Vanmiddag gaan we weer een fitnessvideo opnemen voor jullie. Maar we gaan eerst even goed eten en ons klaarmaken voor de sportschool. Dus tot straks. So, aren't you glad to meet me? I think you should, I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I make a real good song out of you, time and tick. Grip something, I can hold it in a set position, but to transition from one area to the next and know where I'm going and why and what to do and react and how to what they're doing. You know, at the moment I'm just a wiggly dude on the floor, trying not to get a glimpse. Oké, ik ben klaar met eten. Ik had een beetje moeilijk met alles weg te krijgen, vandaar dat ik niet de grote shaker achteraan heb genomen. Ik heb mijn sporttas ingepakt en we zijn nu al klaar voor de sportschool, dus let's go. Oké, we zijn aangekomen in de sportschool. Vandaag gaan we rug en schouders trainen. Ietver heeft een gebroken teen, maar die gaat alsnog trainen. Dus dat ziet wel even hoe dedicated we zijn. En gaan we helemaal naar de kloten, dus let's go. We beginnen met de eerste oefening van vandaag en dat is de overhead press. Dit is een oefening voor je schouders, rug, triceps en je nek. Je staat rechtop met je voeten op schouderbreedte. Je leunt een beetje naar achter zodat je de stang op je borst kan laten zakken. Tijdens dat je de stang omhoog drukt ga je weer rechterop staan. En wanneer je de stang laat zakken leun je weer wat naar achteren. Het makkelijkste is om dit te doen in een squat rack zodat je de stang gelijk op borsthoogte hebt. Dit bespaart je een hoop kracht. Wij hadden die mogelijkheid niet, waardoor we de gewichten vanaf de grond op onze borst moesten tillen. Ik heb vorige week weinig dagen getraind, omdat Ietver en ik bezig waren met het maken van de nieuwe banner en de profielfoto. Ook heb ik de video van vorige week geëdit en daar deed ik iets langer over dan dat ik normaal doe. En hierdoor ben ik niet echt vooruit gegaan. Je ziet me ook tijdens de 70 kilogram dat ik een beetje aan het smokkelen ben. Door op het moment dat ik het gewicht wil gaan liften, ik door mijn knieën zak en weer omhoog stoot. Het beste is als je dit kunt voorkomen, zodat je je schouders en rug meer prikkelt. De tweede oefening van vandaag is de behind the neck press. Het is in principe hetzelfde als de overhead press, alleen laat je de stang achter je hoofd zakken in plaats van voorlangs. Let wel op, want dit is een blessuregevoelige oefening. Je moet dus zelf aanvoelen hoe diep je de stang kan laten zakken. Als je het niet prettig vindt voelen, moet je stoppen met de oefening, want je moet natuurlijk geen blessure oplopen. Deze oefening is voor je schouders, triceps en daarnaast ook voor je rug. We zijn aangekomen bij de derde oefening, de shoulder press. Bij deze oefening spreek je dezelfde spieren aan als bij de overhead press. Je houding is alleen wat anders omdat je met dumbbells niet een stang hebt die tegen je gezicht kan gaan. Hierdoor sta je rechterop. Ik voerde hem zittend uit zodat ik niet kon smokkelen met mijn benen. Ik vind de shoulder press erg fijn voelen omdat je met dumbbells zit en die passen zich aan jouw lijf.
Daarmee bedoel ik dat je heel vrij bent in het bewegen van je gewrichten. Met een barbel heb je dat een stuk minder. De vierde en laatste oefening van vandaag is de Wide Grip Overhand Pull-up. Deze oefening is voor je rug. Hoe wijder je je handen hebt, hoe meer je vleugels traint, waardoor je een goede V-shape kan krijgen. Als je hem smaller uitvoert, train je de dikte van je rug in plaats van de breedte. Zorg dat je een beetje achterover leunt en jezelf dan omhoog trekt. Hierdoor spreek je je rugspieren aan in plaats van je armspieren. En daarvoor voer je deze oefening uit. Ik woog tijdens de training rond de 90 kilo omdat er eten en vocht in mijn maag zat. Maar is je lichaamsgewicht te licht, kun je een belt kopen waar je schijven aan kan hangen, zodat je extra gewicht meeneemt tijdens het uitvoeren van de pull-ups. Oké, dankjewel voor het kijken van deze video. We hebben de rug en de schouders dus getraind. Ik ga weer audiocommentaar toevoegen. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog achter te laten en plaats een reactie dat je het nice vond. Vergeet ook niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent en vertel je vrienden erover als je het tof vond. Dus volgende video gaan we weer naar de kloten voor jullie, dus let's go! Aren't you glad to meet me? I think you should, I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should.